Leuk hier met jullie te zitten. Ik voel me een beetje Sinterklaas in die grote stoel. En ik heb begrepen dat jullie mij een paar adviezen gaan geven. Ja. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Ik ben minister-president. Hebben jullie idee wat ik doe de hele dag? Minister-president zijn. Een beetje voor het land zorgen. Een beetje voor het land zorgen. Wat zouden jullie, als jullie mijn baan zouden hebben, wat zou je doen? Het milieu veranderen. Zeggen dat stropers moeten zorgen stoppen. Ik hou heel erg van dieren en ik vind het niet leuk als dieren worden gedood voor in het museum. Precies. Voor hun ivoor. Of het ivoor, ja, verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Er komen verkiezingen aan. Ik wil natuurlijk graag dat mensen op mij stemmen. Hebben jullie nog tips? Dan zou ik plannen doen waarvan je bijna 100% zeker weet dat Nederland dat ook een goed plan vindt. Oké. Als jullie de baas van de school zouden zijn, wat zou je veranderen? Minder pesten. Wat je zelf niet leuk vindt, moet je ook niet mee veranderen. Ik vind het een heel goed punt. Geen hand schudden. Het zeer met je eens. Zeer met je eens. Echt heel belangrijk. Grijp in. Zeg, joh, dat doen we hier gewoon niet. Ik vind het zo goed van je. Ik ga nu met de verkiezingen en daarna gedoe, maar dat is allemaal heel vermoeiend. En ik wil daarna op vakantie. Hebben jullie een tip voor mij? Thailand. Frankrijk. Frankrijk. En welk stuk? Welk deel van Frankrijk? Een stukje waar je dan kan golven. Ja. En dan huur je een eigen huisje. En dan is daar ook een zwembad. Heb je ook zelf gegolfd al daar? Ja. Is echt een VVD-sport, dat is leuk. Ja. VVD is toch een politieke partij? Ja, nee, klopt. Hey, dan een moeilijke vraag. Weten jullie wat vrijheid betekent? Dus dan ben je eigenlijk vrij van alles. Mag je gewoon lekker alles doen wat je wil. Zoveel mogelijk leuke dingen doen tot je weer gaat werken. Is vrijheid ook dat jij je eigen vrienden mag kiezen? Ja. Ik bepaal niet wie jouw vrienden zijn, toch? En mag jij, mits het beleefd is, je mening geven? Is dat ook vrijheid? Ja, maar niet om aardige dingen. Precies. Nou kijken jullie ook nieuws, hè? Ik weet niet, kijken jullie jeugdjournaal? Ja, ja. En zie ik jou heel vaak op. Zie je mij veel? Ja. Ja. Goed luisteren als ik op tv ben, want verstandige teksten. Nee, maar grapje. Schrik je wel eens wat je op tv ziet? Word je wel eens bang voor wat je in het journaal ziet? Bijvoorbeeld als ik soms zie dat dan overstroming was, ben ik soms een beetje bang dat die overstroming dan ook in ons land komt. Ja, daar kun je natuurlijk wel wat aan doen, want we hebben natuurlijk dijken. Maar die dijken moeten wel goed zijn. Hey, dan een hele andere. Ik heb geen vader meer, maar nog wel een moeder. Die is ook weer een keer jarig dit jaar. Dus dan wil ik haar een cadeautje geven. Waar houdt ze van? Ja, van roken. Maar ik kan natuurlijk niet alleen maar sigaretten geven. Waar houdt ze nog meer van? Indisch eten. Indisch, neem maar mee uit eten. Een taart kopen en daar dan met je eigen handschrift op zetten. Gefeliciteerd met je verjaardag en dan een foto erbij doen. Want wij doen altijd foto van taart. Dat is niet een beetje ijdel, denk je, als ik dat doe? Ja. Dat ze denkt, god, hij is wel erg blij met zichzelf dat ik ook nog een taart met zijn foto krijg. Met z'n tweeën. Oh, een foto van ons tweeën. Fantastisch. Andere vraag. Als ik zeg normaal, wat denk je dan? Tegenovergestelde van niet normaal. Niet normaal? Abnormaal. Precies. En als je nou boos bent, hè, op iemand en je gaat hem uitschelden, vind je dat normaal of niet normaal? Niet normaal. En wat zou normaal zijn? Uitpraten. En als je nou een zakje patat eet en dan ben je bijna klaar met dat zakje, laat je dat dan zo op straat vallen of doe je het in de vuilnisbak? In de vuilnisbak. Het kan ook weer in de zee komen. Ja, door de wind. Ja. Hebben jullie opa's en oma's? Ja. Nou, zijn er in Nederland ook opa's en oma's die ook eenzaam zijn? Hoe kunnen we ze minder eenzaam laten voelen? Dan moet je in dat bejaardentehuis meer spelletjes gaan doen. Bingo kan je spelen en bordspellen. Kinderen laten komen, die bejaarden gaan dan verhalen vertellen aan de kinderen. En dan die kinderen dan heel erg bewonderd luisteren. Dat is echt mooi. Ik ben 50, maar ik vind het ook mooi als ouderen iets vertellen over wat ze hebben meegemaakt. Ik wist niet dat je 50 was. Bijna, nog 2 weken. Ik ben pas 49. Ja. Ik dacht stokkend. En volgens mij hebben jullie nog een paar vragen. Ja, leuk. Hoe lang bent u 's ochtends bezig met uw haar? Mijn haar! Kort, na het douchen. Goed droog maken en een beetje gel erin en dan zit het wel. Tenzij ik een bad hair day heb, zoals wij net bespraken, maar dan blijf ik thuis. Danst u veel en wilt u het even voordoen? Dansen? Nee, ga ik niet voordoen. Maar dan ben ik ontzettend slecht in. Ik vind het wel heel leuk. Ik heb geen gevoel voor ritme. Nee, dat is een verschrikkelijk gezicht. Maar ik ga gewoon door, weet je. Ik heb geleerd er niets van aan te trekken en gewoon door te gaan. Wat is je lievelingsdier? Ja, dat is toch de hond. Ik zou wel dolgraag een nijlpaard hebben. Maar een nijlpaard hebben gaat niet, want nijlpaarden zijn heel agressief. Ik vind nijlpaarden fantastisch. Die liggen de hele dag in die modder. Een beetje humeur voor zich uit te kijken. Ik vind dat schitterende dieren. Vond u het vandaag leuk? Ik vond dit superleuk en ik ben heel erg trots op jullie. Zullen we weer een selfie maken? Ja, ja, tuurlijk! Zo, even bij elkaar. Gaat het? Yes! Leuk! Geweldig!